De koeienbellen gaan rinkelen. De Zwitserse vlaggen wapperen hier in het stadion in Bern. Want Romy Bühler staat op het ijs. Gecoacht ziet u door Linda van Trooyen. De Belgische die al jaren in Zwitserland leeft. Kijk, season's best 40.33. Dus zij moet eigenlijk de papieren in huis hebben om die finale te halen. Hier hebben we Linda. Linda die eigenlijk Kevin van der Perre groot heeft gemaakt. Ja, hij heeft hem de basis geleerd. Opent met een moeilijke drievoudige loets. Combinatiesprong, drievoudige toloop, dubbel toloop, die is wel goed. Mooie, diep hangende, de hemelpirouette. Volgt op een wielmanpositie. De Zwitsers die kunnen eigenlijk allemaal goede pirouetten draaien. Axel, mooi. Geweldige passenserie op de cirkel. Met heel veel upper body movement, zoals dat heet in het kunstrijjargon. Dus veel bewogen met het bovenlichaam. Wat natuurlijk heel moeilijk is. Wauw, prachtige pirouette als slot. Wat een attractieve kuur van Romy Bühler uit Zwitserland. En het publiek is natuurlijk dol enthousiast voor de lokale favorieten. Geboren in Gockhausen en traint in de Kustnacht, maar ook wel eens in Toronto. En ze liet zich absoluut niet gek maken hier in eigen huis, want heel, heel goed gereden. Eén die sprong ging natuurlijk mis, maar ja, die kuur die stond als een huis. Ja, en een groot compliment voor Linda van Trooyen, want die heeft er een hele goede schaatser hierin afgeleverd. Goede schaatstechniek, goede presentatie, goede pirouettes, goede sprongtechniek. Ja, Linda haar dus groot gemaakt. Linda die heeft het dus echt in huis om mensen die techniek aan te leren. Voor de choreografie tekent Rastislav Zinitsin en Pasquale Camerlengo. Dat zijn ook niet de minste. Judy Loets. Zonde, niet helemaal rond. Kwam op twee voeten neer. Maar wel met een goede technische afspronger. De combinatie was goed. Loetsen die we net zagen, jammer dus van die val, maar wel goed van buitenkant afgesprongen. Maar vooral die passenserie, dat was voor mij echt het hoogtepunt van deze kuur. Goed op de muziek, ze kregen ook meteen het publiek mee. Dubbele axel, mooi, hoog. Ging daarna ook gelijk door met pasjes in de pirouette. Alles was verbonden met elkaar. Dat zou de jury moeten waarderen in de components, in de presentatie van het programma. Kijk, blije gezichten. Linda denkt, die loets. Hier de afsprong van de toeloop. Dus
knap, want ze prikt niet heel diep in. Ze vliegt er een beetje overheen. Ja, maar ze houdt hem goed. Ze rijdt ze die de andere kant op springt. Landt ook op het linkerbeen. Draait met de klok mee in de lucht. Onze meester, kant, hè? Ah, ja. Onze kant, ja. Wij deden dat ook vroeger. Wij waren altijd al een beetje tegendraads, Jeroen. Goed, 40-33 haar beste seizoensscore. En ik denk ondanks die val dat ze echt een hele goede kans maakt. Die keur was gewoon zo attractief. Ja, mooie score. Ze gaat meteen aan de leiding. 44-42. Nou, Romy Bühler, dat kunnen we nu al zeggen, is gekwalificeerd voor de vrije keur. Want vier rijders vallen eraf. En zij staat nu aan de kop van deze eerste groep.